Axel van de Stribiep. Van de Stribiep. Van de Stribiep. Dag Axel. Dag Paul. Waarover ga je het vandaag hebben? Vandaag ga ik het hebben over strips voor eerste lezertjes. Ik ben benieuwd, vertel eens. Wel, de Stribiep heeft een grote afdeling strips voor eerste lezertjes. Dat wil zeggen voor kinderen die nog niet kunnen lezen, die leren lezen of die het moeilijker hebben met het lezen. Het zijn allemaal strips zonder tekst, met gemakkelijke tekst. Zodat je ook hele kleine kinderen zachtjes aan kan laten kennismaken met strips. En zodat je ook als ouder kan voorlezen aan je kinderen. En welke strips zijn dat dan allemaal? Vertel eens. Wel, ik heb een aantal voorbeelden meegebracht. De eerste gaat al enkele generaties mee. Die zullen onze ouders en zelf onze grootouders zullen het waarschijnlijk nog kennen. Het is Pol, het beertje dat samen met zijn vrienden Pel en Pingo overal naartoe vaart. Het goede aan deze strip is dat tekst en de tekeningen nog afzonderlijk zijn. Dus de tekst staat nog onder de tekening, niet met tekstballonnen. In een heel duidelijk schrift, zodat kinderen die ook nog maar net de letters leren kennen, strips heel gemakkelijk kunnen lezen. Ja, dat is zeer tof natuurlijk. Hè. Een ander voorbeeld is Klein Susken en Wiske. Susken en Wiske kent iedereen. Uh-huh. Waarschijnlijk de meest bekende strip uit Vlaanderen. Er zijn ook Klein Susken en Wiskes albums. Speciaal voor beginnende lezertjes met eenvoudige tekst. Een ander voorbeeld is Stoppeltje. Deze reeks is ook te zien als tekenfilm op Ketnet. Het zijn strips zonder tekst. Je kan dus heel gemakkelijk als ouder erin voorlezen. Je kan ook je kind zijn eigen verhaal laten verzinnen. Maar dat is toch natuurlijk, hè? Zoiets dat gekoppeld is aan tv dan... Wel, dat kennen kinderen al en dan is de drempel net iets minder groot natuurlijk. Men ja. gaat altijd eerst naar hetgene wat al gekend is. Dat is inderdaad waar. Dan heb ik nog een klassieker mee, Riekske en Fiekske. Iedereen die vroeger Zonnekind of Zonneland heeft gelezen, ja. kent de avonturen van de jongen en zijn hondje. Na al die jaren, na al die decennia, staat dat nog steeds als een huis. Korte verhalen voor zeer jonge kinderen. Een absolute aanrader en een klassieker. Wat ik ook nog meegebracht heb, is Langteen en Schommelbuik. Dat zijn twee kabouters die door Chef Nijs zijn getekend. Chef Nijs natuurlijk gekend van Jommeke. Uh-huh. Dit zijn sprookjesachtige avonturen met prinsessen, met draken, met ridders. En daarnaast hebben we nog een kleine 1000 strips die speciaal voor eerste lezertjes geschikt zijn. Axel, bedankt. Volgende week dan praten we verder. Dat was Axel van de Stribiep. De Stribiep, uw meester, vind je aan de Brusselse Steenweg 44.